En hallo iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Vandaag gaan we weer verder waar wij de vorige keer gebleven waren. Het zou gek zijn als je verder kan gaan, maar waar je de volgende keer gebleven zou moeten zijn. Want het is nog helemaal niet en ik heb eieren opgepakt en super episch. Oh kut, ik heb gedood. Ik heb een paar, ik zal het even bij het begin beginnen, ik heb een paar kleine mods geïnstalleerd. Ik heb natuurlijk Optifine, kan ik inzoomen, dat is super chill. Op mijn muis heb ik twee knopjes aan de zijkant en daarmee kan je, laat maar zeggen, stel je bent lekker aan het googlen en je denkt, hey, ik wil even naar mijn vorige pagina, dan klik je even die muis en dan ben je zo bij je vorige pagina. En ik heb nou dus, op mijn muis kan ik inzoomen, dus dat is fucking chill. Ik heb ook een minimap, dat is ook, vind ik ook wel fijn. En ik had eerst ook de mod, waardoor je, ik maak dit op, dit grind, en dan kijkt die, stel, dus kijk zo. Hij maakt deze 9 grinders op. En er komt automatisch die volgende stack, of deze 10 dan in ieder geval, komt dan weer in mijn hotbar. Zodat ik weer lekker verder kan gaan bouwen. Maar ja, door die mod ben ik dus voor een week geband op de Mine Shotbow server. Dus ja, die heb ik maar meteen verwijderd. Dus, rustig, dankjewel. En ik had nog meer mods gedownload. Ik had ook een mod gedownload waardoor je heel veel meubels had. En dan had je ook een wc en dan kon je erop zitten en kon je op F klikken en liet je allemaal scheten. Vond ik persoonlijk wel een grappige mod, maar ja, ik dacht zo van, ja, ik kan die mod wel gebruiken in mijn survival. Maar over twee video's, dit is de ene laatste en daarna komt gewoon een nieuwe map download. En dat is dan irritant, want dan voor die map download heb je dan de... voor die map download heb je dan ook die mod nodig, anders kan je de map niet helemaal goed spelen. En dat vond ik dus niet zo handig, dus die mod heb ik verwijderd. Ik heb alleen, oh ja, damage, zodat je kan zien hoeveel damage je tegenstander heeft. Vind ik altijd wel handig. En zo'n minimap. En met die minimap kan je ook even zo, dan klik je op B was het volgens mij. Kan je zo van, boom. Oh, wacht wel, met een mooie hoofdletter, dat is wel zo mooi. Boomhut, ik weet niet waarom, maar ik vind het wel grappig zo. Kies kleurtje. Kleurtje is mooi voor mijn boomhut, natuurlijk wel, kut. Niet die kleur. Ja, gereed zo. En dan krijgen we nu een soort beaconstraal. En dan kan je zo overal zien van, oh kijk, daar is de boom met zoveel meters vandaan. Dat is wel fijn. Oh ja, hier is nog steeds een farm die ik echt gewoon nooit gebruik. Omdat ik gewoon biefstuk heb. En dat is wat lekkerder. Ja, het is gewoon zo. Ik had laatst een livestream gedaan. Toen had ik alvast wat spullen verzameld. Met name heel veel buckets. Want ik had voor een project, voor een mob spawner, had ik heel veel nodig, qua spul, en daar was ik al een beetje aan het verzamelen. Ik had al best veel, ik weet niet meer precies wat ik allemaal had, maar voor mij had ik al ongeveer genoeg. Ik dacht ook al, oh ja, ik moest heel veel dispensers, dus ik had heel veel strings nodig. Dat was wat ik nodig had. Ik heb hier nog wel een paar, maar niet genoeg. Oh kut, waarom ben ik nou, ik had net niet moeten gaan slapen, maar ja. Dus dat is dat. Ik was bezig met een mosspanner, maar super, maar dat is wel een hele chille mosspanner. Ja, dat kost ook gewoon heel veel spul. Oh, wacht, nee. Nooit. Ik heb nu wel een beetje iron. Kijk. Hier zat het voor mij in. Ik had nog een beetje iron, maar ik heb echt een stuk of 100 moppers. Hoe heet dat nou? 100, hoppers. Dat, zo heten die dingen. Die heb ik nog nodig. Dus ik heb er gewoon, kom flink wat, iron tekort. Ik heb trouwens dit wel afgemaakt in de stream. Dat is ook wel mooi. Hier, zo. Dat was dat. Ik denk dat ik voor de map download kan ik beter gewoon niet gewoon een nieuw groot project gaan starten. Maar gewoon meer kleine dingetjes beter maken, beter afmaken. Oh, hier heb ik nog steeds beter. Geweldig, het werkt goed. Er was ook iemand die zei zo van, ja, je had het ook kunnen maken zonder één repeater te gebruiken. Maar ja, dat maakt mij niet zo fluit, want ik heb het nu toch gebruikt. En het werkt, dus ik ben blij. Ik ben zeker niet de beste redstone persoon dinges, maar op zich. Ik weet wel hoe ik farms kan optimaliseren door middel van redstone. Dat is wel handig om te weten. Ik zat namelijk aan te denken, want als ik kan een tunnel gaan maken naar het end. Maar... ja, maar, nu komt de maar, bereid je maar voor, want hier komt hij. Ik heb geen idee waar die end zit, dus we kunnen deze aflevering gewoon naar die end gaan, gewoon voor die YOLO. Het is wel handig als je dan een boog en een zwaard meeneemt. Het liefst een boog met één pijl, zodat ik oneindig kan blijven schieten. Hapskee, hier hebben we een zwaard, hier hebben we een boog en drie pijlen. Hartstikke mooi, zo, dan gaan we maar eens op weg naar die end. Ik dacht dat ik ergens een keer de coördinaat had opgeschreven. Dat dacht ik, maar ik heb geen idee waar.
Dus, dat is dus het handige aan dit. Je ziet gewoon, ah, daar is mijn bomen, daar moet ik heen. Ik dacht dat ik het ongeveer zou weten. Weet je wat, ik neem een paar van die Enderpearl dingen en dingen gevallen mee. Zodat als ik het echt niet meer weet, dan gooi ik gewoon van die dingen en dan kom ik er alsnog wel uit. Dat is wel zo handig. Ik ga het daarheen. Die dingen zitten waarschijnlijk hier in de zeldzame kist, als ik ze nog heb. Ik heb één die. Heb ik ook nog wat van die andere dingen? Zit die anders in deze kist? Nee, dan niet. Dat is jammer. Kan ik alsnog wel eentje maken. Wat is de vlas? Daar hebben we er een enderoog. Een hele enige echte enderoog. Die kunnen we wel goed gebruiken om dat ding eens te vinden. Ja, zo'n minimap kan je ook inzoomen zo. Maar ik vind persoonlijk deze zo vind ik het handigst. Ja, mijn bomen zijn best duidelijk te zien. Dat is handig. Mijn farm kan je een beetje zien. Water kan je zien. Hier een hele grote kale vlakte. Het was eerst een bos, maar ik was gewoon. Ik had hout nodig en dan kap ik dit even weg. En zo geschieden tot ik tot er geen hout meer was, maar hier wel. Maar het is ook super chill om te zien van, oh, daar zijn. Oh, kijk, daar zie je dus lava. Maar dus het is ook heel chill om te zien. Ik moet trouwens even wat gaan eten, hè? Dat is ook wel handig. Oh, hier, die lava heeft al dingen afgefikt. Dat is gevaarlijke lava hoor. Ja, zeker, daar moet je mee oppassen. Dus, ik kan beter op zo'n enderoog gaan gooien. Dan weet ik in ieder geval of ik goed loop. Ja, die kant, daar moest ik op. Die kant moest ik op. Waar is mijn enderoogje nu? Oh nee, ja. Zeg niet dat ik nu. Nee. Enderoog zit je op de boom. Dat zou ik heel irritant vinden, namelijk. Gaan we wel even kijken. Er zit hier een enderoog. Waar ben jij gebleven? Oh, daar is hij. En daar is ook meneer Creeper. Ik weet ook niet waar die vandaan kwam. Want deze chunk is niet geladen als het goed is. Er worden ook geen creeps te spawnen. Dus. Hij zit er wel trouwens. Dus dat is wel irritant. Ik heb gewoon een zwaard. Twee is dood. Als je altijd zo plat. Kijk, je kan ook heel makkelijk zien hoeveel damage je doet. Het is gewoon een chill mod. En ook qua PvP-ding is het ook wel handig. En dat vind ik ook wel gek dat ik dan op die surf ben geband voor die ene mod waardoor je snel kan bouwen. En niet voor de mod waardoor je kan zien hoeveel damage je iemand anders heeft. Ja, van de andere kant snap ik het wel, want je hebt een lichte, ook al is het gewoon haast niks, je hebt een hele lichte voorsprong op je tegenstanders en met zo'n damage ding kan je alleen zien hoeveel heal die heeft en dan moet je alsnog gewoon pro zijn in PvP. Door middel van, als je hem wil killen. Ik weet wel dat het niet zo heel ver, oh, hier kan ik gelukkig springen. Ik weet wel dat het niet zo heel ver meer moet, want zo ver was die ant niet van mijn huis vandaan, dat weet ik wel. Dat heb ik nog wel onthouden. Trouwens, ik ben vandaag, nee, vandaag niet. Gisteren ook niet, maar eergisteren was ik wel naar school geweest. En al die dagen daarvoor ook. Over mij, oh, nu kom ik heel dicht in de buurt. Dus, ja, ik ben voor het eerst weer naar school geweest sinds 6 weken. En ja, het was hartstikke leuk hoor, natuurlijk. Hartstikke lachen, gieren, brullen. Je wil niet weten hoe leuk dat was. Maar serieus, het was niet zo heel erg om weer naar school te gaan. Misschien komt het omdat het een eerste week is dat alles nog wat chill is qua niet huiswerk hebben en toetsen en allemaal dat soort shit. Maar misschien wordt het volgende week alweer ontzettend kut. Moet je weer huiswerk gaan maken en dan kom je weer in het ritme. En dan denk je van, wat heb ik een kut leven. Voor mij ben ik te ver gelopen trouwens. Oh ja, je moet gewoon die kant op. Je moet gewoon die kant op, wat dacht je Tom? Je moet gewoon die kant op. Hier zit trouwens dat ding weer. Ik wil hem graag even terug. Als je dat niet erg vindt. Laat ik gewoon even deze boom. Oh, wat? Die glitch ook gewoon echt. Nou, oké. Ik zeg niks. Ik zeg niks. Het was een beetje glitch. Oh, hier is het. Dat is handig om te weten dat het daar is. Maar dat is ook handig om. Rustig. Dat is ook handig. Wat wou ik nou zeggen? Waar was het ook alweer handig voor? Dan kan ik even een waypoint zetten. En kan ik zo heel mooi naar mijn dingsbouw kijken. Hier zie je dan mijn boom is. Kan ik daaronder. Kan ik hier op deze hoogte. Moet ik even kijken, de hoogte moet ik even noteren. Dan kom ik hier ergens uit zo, dan maak ik hier. Hier heb je nog een deur. Ik kan het alvast wat mooier gaan maken. Laat ik dat maar alvast een klein beetje doen. Daar heb ik sowieso dit niet voor nodig, want ik heb echt geen deuren. Hier moet ik trouwens allemaal gewoon mooie kobbels. Ik kan het gebruiken als een soort tweede basis. Dat vind ik wel een vet idee eigenlijk. Gewoon een tweede basis en het is gewoon je. Ja, maar dan ook gewoon alles mooi verlicht met de glowstone. En niet alles met dat lelijke, half afgebroken kobbel dinges. Ik ga trouwens even overal genoeg toortjes plaatsen.
Zodat het alvast een beetje licht wordt. Dan hebben we dat in ieder geval gefixt. Daar is de bibliotheek. Oh, kijk. Daar hebben we veel strings. En dat is chill. Die heb ik nog net nodig. Die heb ik nodig. Ik heb namelijk dispensers nodig, zoals je wist. En als je dat niet wist, had je beter op moeten letten, kijker. Ja, jij. Beter op moeten letten. Dus ik neem even deze dingen mee. Oh ja, trouwens, de eerste schooldag verliep echt geweldig. Ik voelde me echt, toen ik op de fiets zat, op weg naar school, voelde ik me echt net een soort van Dora die een Dora-avontuur beleefde. Het was namelijk zo. Ik kwam aan bij het station. En dan moet je altijd oversteken over de weg. En dan, ik zag het aan de andere kant van de weg, zag ik dat de bouwvakkertjes, die waren bezig met de weg. Dus daar kon ik niet langs. Dus ik moest heel veel, via drie stoplichten, eerst even naar de andere kant van het onder het treinspoor door. En dan aan de andere kant over de weg heen. En daar had je ondertussen wat je drie stoplichten verder. Dat ging heel goed, want er kwam telkens een bus aan. En bij ons is het zo, als er een bus aankomt, dan denkt de stoplicht, fuck al ieder andere die ook maar staat te wachten. De bus heeft voorrang. En dan begint de hele riedel, dat zit een bepaald systeem in. Eerst krijgt de ene groen, daarna de ander, daarna de fietsers. Zo ongeveer gaat het. En dus komt er, eerst is de ene groen, dan wordt hij rood. Dan hebben de andere mensen hebben groen. En dan komt er een bus aan. En dan komt er aan de andere kant een bus aan. En dan gaat het, en dan hebben die weer groen. En dan daarna die andere mensen weer. En dan komt er weer een bus aan. En dan hebben die weer groen. En dan komt er weer een bus aan. En zo zal ik uiteindelijk 4 of 5 minuten voor het stoplicht te wachten. Was ik uiteindelijk was ik aan de overkant. Bleek gewoon dat die hele weg weg was. Ik was ook gewoon letterlijk... De weg was weg. Ik was letterlijk de weg kwijt. Een beetje figuurlijk. Allemaal een beetje door elkaar gemixt. En dan vermenigvuldigd met 6. En dat, ja, dat had ik. Dus... Ja, ik omfietsen. Ik lekker fietsen. Kom ik op een gegeven moment bij een stukje onverharde weg. Naar een soort kunstplaats of zoiets hebben wij. Geen idee wat ze daar doen. Ze hebben er wel een Noord-Koreaanse vlag. Ik weet ook niet waarom, maar die hangt daar altijd. Dat vinden ze leuk of zo. Zo van, kijk, wij Noord-Korea, yay. Vinden ze waarschijnlijk grappig. Maar dus, het zijn daar doen ze dingen. Geen idee. Ze noemen het een kunstwerkplaats. Maar die kunst, dat valt wel mee hoor. Kunst, dat kan je het niet noemen. Wat ze daar doen, volgens mij dan. Slapen ook al daar in tenten. Ik weet überhaupt niet of er mensen wonen. Ik weet in ieder geval een kutplek. Daar komt het op neer. Dus daar heb je dus een ingang naar dat ding. Oh, en toen zat ik in de end. Leuk. Ook leuk, hallo. Ik was er niet eens ingelopen. Ik liep gewoon over dit ding heen. En die heb ik al een kut. Ik heb ook geen waypoint gezet. Verdomme. Verdomme. Laten we maar gewoon wat Enderman killen. Ik heb toch een... Oh, die hebben 40. Oh, ze doen in één keer 30 damage. Even 13 damage. Oh, hallo, kut. Oh, we moeten wel even rustig aan doen, jongens. Even rustig aan. Jij was toch boos op mij, ja. Oh, nog één hartje over. Oh, dat is die toch? Ja, nice. Laten we hem even gaan eten, dan kan ik een beetje regen. Ik denk dat ik wel een oké plan heb. Wat misschien moet kunnen werken. Ik weet niet zeker. Oh ja, hier. Oh, dit is echt chill dat dit ding hier is. Want deze blokjes kunnen ze sowieso niet meenemen. En anders wist ik niet zeker of ze die blokjes mee konden nemen of niet. Als ik hier met cobblestone een paar blokjes die boven bouw. Wist ik niet zeker of ze dan weg konden nemen. Want ik had een keer gezien. Iemand die dacht zo slim te zijn. Die maakte een plateautje van 2 hoog. En dan 3x3 of zo. Maar al die enemies die haalden al zijn stenen weg. En toen was hij best wel kansloos. Toen ging hij nog hard dood. En dat was wel grappig om te zien. Dus ja, nu heb ik in ieder geval zekerheid dat dat niet bij mij gaat gebeuren, want dat zou best wel kut zijn. Ik ga even wat enemies killen en ondertussen ga ik verder met mijn verhaal. Want ik was gebleven, oh ja, bij de onverharde weg. Ingang naar die vatplaats, laat ik het maar even noemen voor om het makkelijk te maken. Dus ja, hopelijk horen jullie dit geluid niet te hard. Dus ik ga voor de zekerheid het geluid maar even wat zachter zetten. Die monsters. Muziek en geluiden, monster, vijandelijke wezen, doe ik maar even op 50. Mij horen jullie namelijk heel hard. We hadden op zo'n onverwarde weg. En ik weet niet of jij het een beetje mee hebt gekregen. Maar in mijn vakantie heeft het bijna elke dag hartstikke hard geregend. Dus die onverwarde weg lag helemaal onder het water. Ik kon ook echt gewoon niet zien hoe diep dat was. Het was gewoon echt een enorme plas met water. En je hebt wel eens filmpjes van mensen in Amerika die dan in zo'n plas springen en het blijkt opeens 1 meter diep te zijn.
Dus ja, daar moest ik ook even omheen fietsen. Dus ik daaromheen fietsen, niet heel erg nat worden. Vervolgens rijd ik lekker door. Staat er opeens een heel groot random hek op de weg, op het fietspad. Ik weet ook niet waarom dat er stond, maar ze waren ook bezig met de weg of zo. Dus ja, ik weer ergens afslaan, weer anders fietsen. Vervolgens, moet ik even die dingen aankijken. Hallo jongens, hallo, hoe gaat het daarmee? Goedemiddag. Dus ik omfietsen om dat hek heen. Eerst een stukje terug, want dat hek stond echt gewoon... Ik moet zeggen, het stond voor je, maar het stond ook aan de zijkant. Dus je moest weer terug, een stukje terug, voordat ik al helemaal naar door gefietst. Dus ja, uiteindelijk een andere weg inslaan. Weer doorfietsen, denk ik, oh ja, hier en hier kan ik tussendoor. Kom ik daaruit. Ja, en dan... En toen zag ik dat daar ook weer een hek stond, dus ik moest weer mijn weg veranderen. Dan denk je, Tom, ik weet hoe het verhaal gaat eindigen. Je komt fucking hard te laat op school. Wat leuk is, ik was niet eens te laat. Kortom, ik ben gewoon geweldig. Hallo Enderman, hallo. Ik heb het tegen jou, ja, jij. Jou, ja, kom dan. Kom dan, hè. Kan je makkelijk aan. Kan zelfs je vrouw en kinderen aan. Die heb ik misschien al verslagen, dat weet je niet. Want ik weet niet welk geslacht je bent. Misschien is het wel een kind van een andere vrouw en die vader die is dit. Misschien wel de vader. Dat heb ik allemaal geen idee. Ik heb in ieder geval 6 ender pearls. Dat is wel grappig. Dat is wel handig. Handig om te hebben. Hallo mensen. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Hallo, ik kijk jullie aan. Ja, ik kijk je aan. Voel je nou bekeken? Misschien wel. En anders ben je nu een soort van niet dood. Want je TP de weg. En dat vond ik niet lief. Hallo. Het is trouwens wel lekker... XP cash dit. Dat is wel leuk. Dat is wel lachen. Hallo. Ben jij er ook weer? Oh, ik deed nog een damage van jou ook, man. Even rustig. Even rustig. Laat ik er nog maar een paar killen. Hallo. Ja, jij. Ik wil normaal gesproken kan je er meer doen. Maar nu zie ik er niet zoveel. Ja. Waarom TP nou weg? Waar was het goed voor? Ben je bang of zo? Ik ga toch wel dood. Hartstikke, je bent dood. Hallo. Ben jij er ook nog? Jawel. Natuurlijk ben jij er. Zo. Een enderpearl, wat fijn. Ik ben level 15. Ik denk dat ik nu gewoon weer terug ga naar de normale wereld. Bang! Oh, kijk naar wie die aftiteling. Die kan ik erover slaan. Met enter of ask. Ask, dat werkt altijd. Oh, jawel. Hartstikke fijn. Oh, nice. Het is nacht. Oh, ik zie ook gewoon daar weer 2 endermans. Eens kijken. Oh, hier is mijn waypoint nog steeds. Dat is wel fucking chill. Dat is echt een chill. Zo'n waypoint. Alleen daarom zou ik zo'n minimap downloaden. Ik wil wat spinnen killen. Voor mij ben ik echt al super lang bezig. 17 minuten, dat valt mee. Dus we gaan nog even deze nacht spinnen killen. En ik ga gewoon heel veel de video iets langer maken dan normaal. Want ik heb echt heel lang geen Minecraft Survival meer gespeeld. Dus vandaar. En ik wil graag nog wat spinnen. Ik kill die zombie even. Hatsflats, doei. En jij mag ook wel even dood. Hatsflats, doei. Ik ga even wat eten, want ik krijg toch wel weer honger van... zombies slaan. Dat is toch wel een beetje vermoeiend. Dan moet je weer gaan eten. Kijk, daar is een spin en die wil ik hebben. Eigenlijk geef ik alleen maar om die spinnen. Dus ik ga jou ook eerder spin. Wacht even, kom terug. Hallo, goedemiddag. Oh, er zijn er 2. Nice. Er zijn weer extra veel strings. Ik word nog beschoten ook. Onbeleefde mensen die skeletten. Zeg, ongelooflijk. Weet je wat jij kan? Kan ik beter? Hatsflats. En hatsflats. Zo. Zombies alleen niet in één keer. Dat is dan allemaal jammer. Dat vind ik eigenlijk wel. Dat je met een... Als je op een skelet schiet... Kijk, hij heeft 20. Yo. Dat je dan gewoon dubbele, meer damage doet. Dat het een soort van karma of zoiets. Ja, en dat je dan een achievement hebt. Karma, zo van. Schiet een skelet dood met een boog. Die je van een skelet hebt gekregen dan, hè? Zoiets. Dat vind ik op zich wel een grappig idee. Dat het gewoon heel groot in beeld staat van. Achievement gets karma. Ja, dat lijkt me tof. Dat lijkt me een tof achievement. Kijk, laat ik deze ook dan maar meteen killen, nu ik toch zo goed in ben. Hey, meteen endpearl, hartstikke chill. Even wat eten en meer spinnen killen, want ik heb er nog wel wat meer nodig. Maar dus ja, mijn epische schoolverhalen. En ik zit nu in de 4e, dat mogen jullie ook weten. En dan is het dus zo dat iedereen een eigen rooster heeft. Iedereen heeft een eigen profiel gekozen met andere vakken ook, oh, kutzooi. Oh wacht, misschien kunnen we een... een ding eens krijgen. Een music disc. Oh! Hallo! Er stond dus blijkbaar ook nog een creeper achter mij. Hallo creeper, ik ben hier hoor.
Kut, nu moet hij echt op hem schieten. Skelet. Kom. Skeletje. Skeletie. Zie of die zombie dood. Ja, niet dat ik zelf nog een gids. Ja, godverdomme man. Nu moet hij echt opdieven. Nu ben ik echt helemaal klaar mee, zeg. Ongelooflijk. Stop nou. Creeper, kom dan. Het duurt een beetje lang allemaal met jou, zeg. Ik ga ook gewoon bijna dood op die skelet. Schiet die creeper nou. Creeper, wat voor mijn god ben jij? Kom dan. Kom er dan gewoon uit. Is het nou zo moeilijk? Het is nou zo moeilijk, man. Wat? Ja, ik kan hem ook niet meer hitten. Dan gaat hij dood. Echt waar, man. Wat is dat voor een ongelooflijk... Die creeper is zo'n ongelofelijke debiel, hè. Ik schiet jou nou ook gewoon dood. Echt waar, wel voor een debiel ben jij. Hoe weinig hersencellen heb je? Schaam je gewoon voor de... Wauw. Hartstikke dood ermee. Oké, ik heb die ding gegooid. Ik kom wel even terug, alsjeblieft. Maak me terug, dankjewel. Meer skeletten. Ik ga jullie even doodslaan. Hatse flats. Bang. Ik heb heel weinig spinnen dingen in de draad. Ik zit wel vol met pijlen. Oh, joh. Mijn helm is ook al kapot. Ik heb al heel veel draad. Dat is wat chill. Want ik had die helemaal nog weggehaald uit mijn ender dinges. Het wordt nu weer nacht. Oh, daar zie ik nog een spin. Nou, die ook maar meteen even verslaan. Hatse flats. Critical hit. En ik heb nog wat strings. Hartstikke mooi. Dus ja, ik denk dat dit het wel een beetje was voor deze aflevering. De volgende keer gaan we... Is de map download tijd. Dus dan gaan we gewoon wat leuke dingen doen, denk ik. Geen idee wat ik dan ga doen. Misschien weer even terug naar de nether dinges. En nee, naar die end. Nou, wel een waypoint zetten, want nu weet ik nog steeds niet waar ik was. Ik had ook voor mij helemaal niet de coördinaten aan in mijn video. Dus ik zou het ook niet kunnen terugkijken. Maar ik zou wel kunnen terugkijken van waar het was. Dat is dan wel heel fijn. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. Geef me even een like als je hem leuk vond. Zou ik heel tof vinden. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Oh ja, trouwens een paar nieuwe dingen. Ik moet nog snel een paar dingen vertellen. Ja, je kan me volgen op Twitter. Want soms stream ik nu ook wel. Ja, sinds nu stream ik af en toe. Nu weer wat minder. In het weekend ga ik af. Ik probeer één keer per week sowieso te streamen. En dan ook minimaal een uur lang. Dus ik probeer 2 uur of zo. Meestal in de avond stream ik. Begin ik op 4 uur en dan ga ik door tot een uur of zo laat mogelijk. Probeer ik altijd. Maar ja. Ik kan me zeker even volgen op Twitch. Dat is handig. En altijd als ik ga streamen. Soms load ik even een videootje up. Met Ger, met de Trudy bedoel ik. Trudy kan mij altijd heel goed helpen daarmee. Dus dan load ik even zo'n videootje up. Klinkt eigenlijk best wel grappig. Ik load even een videootje up. Dus ja, dat klinkt wel grappig. Misschien klinkt het gewoon grappig omdat het hartstikke slecht is. Maar ja, dat maakt niet uit. Het is grappig. Dus dan moet je lachen. Lach er maar om. Kan ik die koe vanaf hier doodschieten? Waarschijnlijk wel. Niet als ik zo schiet. Wel als ik zo schiet. Had ze flat in één keer dood. Die squid ook. Oh, ik schoot een andere squid dood. Nice. In ieder geval... Schiet, dan gooi ik weer dat ding weg. Echt waar. Wat ben ik ook weer voor een debiel. Waar is hij? Hij valt gelukkig nog daar beneden. Dus volg me zeker even op Twitch. Dan weet je tenminste wanneer ik live ga. En dan ga ik leuke dingen doen. Dus ja, bedankt voor het kijken. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. De rest had ik allemaal al gezegd. Dus tot de volgende keer. Dinges. Ik zie jullie vast wel weer een keer. Dag.